Telezuurdirecteur Mike Antonius heeft vanmorgen een vernieuwd contract getekend met de Surinaamse Voetbalbond. De telecomdirecteur hoopt dat met het uitzenden van exclusieve lokale sportwedstrijden op de ATV-kanalen de Surinaamse jeugd zal inspireren ook aan sport te doen. Antonius gaat verder in op de inhoud van het contract. Wij hebben een tv-station en wij hebben een ambitie uitgesproken om meer lokaal content op de markt te brengen. Dat doen we. Om dat te doen moet je werkrelaties hebben met organisaties. Dus die afspraken maken we in een overeenkomst en zodoende kunnen wij exclusief aan afspraken meemaken. En dat zorgt er dan ook voor dat we meer lokaal content op de tv kunnen brengen. Dat is de wijze waarop wij er naar kijken. We zoeken naar we bieden een podium aan de Surinaamse atleten vanuit ons tv-kanaal om hun kunsten te tonen. En daarmee zijn zij dan ook rolmodellen voor jongeren in de samenleving. Met de sport zijn er natuurlijk veel mannelijke rolmodellen. Maar ook bijvoorbeeld bij volleybal heb je veel vrouwen die sporten. Die doen het heel goed. En zij zijn dan weer rolmodellen voor de jonge meisjes in ons land. Zijn er nog andere plannen wat dit soort projecten betreft wat Telezuur aangaat? Nou, wij hebben dit jaar bijvoorbeeld Got Talent gehad. Het is een programma dat we ontwikkeld hebben dat ontzettend veel belangstelling geniet. En daar gaan wij natuurlijk het komend jaar weer verder aan werken. We hebben destijds Caribbean Next Top Model gehad en waar weer een Surinaamse vrouw het heel ver heeft geschopt. Het is kijken als dit programma zich het komend jaar, als dat weer doorgaat. Dit jaar is het in ieder geval niet geweest. Maar wij blijven ook kijken naar programma's die met name voor vrouwen erg aantrekkelijk is. Telezuur-directeur Mike Antonius. Hij sprak vanmorgen na de ondertekening van het vernieuwd contract tussen Telezuur en de Surinaamse Voetbalbond. Voor de SVB heeft voorzitter John Krishnadat het contract getekend. De ondertekening vond plaats in het Orukul Sportcomplex aan de Letitia Friesdelaan. In het sportnieuws komt Marciano Salman terug op deze activiteit.